Welkom in de realiteit. Het overstromen. Mensen die lang moeten wachten krijgen altijd een goodie erbij. Zonder sok of PA ga ik nu. Citroën is vermoeiend. Dit me meer energie geeft op dagen dat ik gewoon super vlot ben. En daarom blijft hij waarschijnlijk liggen, want het is veel te groot voor Nest natuurlijk. Deze zijn 4 euro. Yo, ik zie dat ik één jurkje heb gekocht die echt heel lelijk is. Oeh, het is heel naar. Dit is toch zeg maar Volendam. Zien jullie dit? Bacon, punt, paprika, ui. Van het duiven hangen die voor aan de stok. Lekker ruikend met glitter. Hazen huis opruimen. Goed. Allemaal welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik had een druk dagje. Het is nu 4:30. Ik ga mijn sportkleren aandoen. Ik heb net een kennismakingsgesprek gehad met de nieuwe directeur. Dus dat is altijd leuk. Het was een heel goed gesprek. Heel interessant. Goede vragen en zo. Nu ga ik lekker mijn haar vast doen. Sportkleren aan. En op de fiets naar de sportschool. Want daar ben ik lang niet geweest. Voor New York was het de laatste keer. Dus dat is lekker. En dan lekker helemaal niets doen. Want ik ben best wel gaar. Welkom in de realiteit. New York shoplog was. Orders maken. Het is echt een drama. Woensdag ga ik echt even lekker filmen. Vuilniszak ga ik nu even dit zo doen. Want die zit helemaal over aan het overstromen. Ik ga eerst bestelling maken. Deze is besteld. Deze is zo mooi. Heb ik die ergens staan? Oh, die staat beneden. Die ga ik nu even in deze doos doen. Mensen die lang moeten wachten krijgen altijd een goodie erbij. Nou, er stond heel veel op mijn to-do-list. Maar ik had ervoor gekozen om weer toe te geven aan mijn vermoeidheid en niks te doen. Behalve haar wassen en nu om 8 uur naar de zonbank gaan en mijn vuilnis weggooien. Het is echt erg, maar ik ben gewoon kapot. Deze Chiquelle legging, Chiquelle trui en UX. Zonder sok of PA ga ik nu naar de zonbank. Topvlog! Ik heb mijn haren gekruld. Ik ga hem nog uitborsten, maar dat doe ik lekker pas morgenochtend. Terwijl ik met haar heb gebeld. Niet zo lang, want daarvoor moest ik echt even mijn weekvlog afmaken en hij moest ook dingen doen. Het is wel lekker om af en toe gewoon even niet zo lang te bellen. Het was wel een heel leuk gesprek. En ik vertel jullie helemaal niet zoveel over hem, maar het komt omdat we nu gewoon, ja, morgen ken ik hem 11 weken trouwens. Dus echt kort, maar het voelt echt lang. Het is nu niet echt iets bijzonders, maar dit wordt wel een heel leuk weekend ook weer. Dus ga ik ook alweer wat gaan filmen. En ik had een flesje drank gehaald voor zijn vader, voor zijn verjaardag zaterdag. Dus haar gekruld, boodschap gedaan, weekvlog 115 afgemaakt. En nu is het 10:45. Dat is wel heel raar, want dat voelt echt niet zo voor mij. Maar nu ga ik maar slapen. Dan ga ik morgenochtend maak ik dan de thumbnail en zet ik de vlog online. En dan hoop ik dat ik morgen weer nog lekker fitter ben. En Ha is een beetje ziek, dus ik hoop dat Ha ook zich een beetje voelt morgen. En Bolly is echt extreem cute. Ik ben natuurlijk in verhouding heel veel thuis geweest de afgelopen dagen. Hij is daar zo ontzettend gelukkig mee. Dat is ook wel fijn dat ik weet als ik een keertje wel 2 dagen van huis ben bij Ha, wat het niet vaak gebeurt, maar soms. Dan is hij zo blij als ik er weer ben, weet je. En dan ben ik daarna ook wel echt heel veel thuis. Ik bedoel, de mensen die zijn veel minder thuis dan ik. Dus dat vind ik altijd wel goed om te realiseren. Ik denk van ja, tuurlijk is het vervelend dat hij af en toe even alleen is. Maar ik ben overal best wel veel thuis. Dus hij is echt heel blij. Hé, Bol? Hij is zo lief. Hallo. Oh, ik wou zeggen, ik ben met dit super verrotte make-uploze hoofd gaan winkelen. Maar het valt nog mee. Slechtste weekvlog ooit. Kan gebeuren. Camera was leeg. Toen dacht ik net toen ik thuis kwam. Hey, misschien is mijn andere batterij nog wel vol. Nou, die heeft nog 20%. Wat heb ik vandaag gedaan? Gewerkt. Niet zo'n hele lekkere dag met de klas. Als jullie dit zien, komt goed. Nee, het was gewoon even 1 dag. Gewoon niet zo fijn. Citroën is vermoeiend. Nog steeds dingen op school waar ik druk mee ben. Toen, hoe moe ik ook was. Ik was trouwens gaan fietsen. Ben ik gaan sporten. Toen na het sporten ben ik naar huis gegaan, heb ik weer wraps met kip gemaakt, super gezond. Heb ik even nog geen uur op de bank gezeten. En toen dacht ik, ik wil nu naar koopavond, want dat wil ik, want ik heb kleren nodig. Niet gerealiseerd dat het sale was, dus natuurlijk kon ik niet vinden wat ik nodig had, maar heb ik wel leuke sale dingen gekocht. Onder deze jas, weet je, als je dit tof combineert, het is dus natuurlijk, ik moet zeggen dat ik het best leuk vind met roze hoor, maar het is natuurlijk leuker met stylish outfit. Dit is trouwens zo irritant, die doos hier. Dat is ook typisch Charlotte dan. Dan heb ik dat dus nu pas door, dat jullie al de hele tijd daarnaar moeten kijken. Sorry, super vervelend. Zo leuk. Dit is dan dus een jas. Die was 130 euro. Het is echt een mooie jas. En nu was hij 50. En vroeger zag ik dat duur vinden. En toen dacht ik net, 50? Dat is minder dan mijn boodschappen voor een paar dagen, weet je. Dus, en het is echt een mooie jas. En dit deed me echt denken aan New York. Want bij Angelique, mijn tante, ik leende steeds van haar jassen. Die een beetje oversized waren. Het is dus een S. En daarom blijft hij waarschijnlijk liggen. Want het is veel te groot voor een S natuurlijk. Maar ik vind hem zo vet. Van de Zara had ik dat al gezegd. Kijk, het is gewoon echt wel gewoon een kwaliteitsjas. Gewoon echt een mooie jas. Ik heb hem ook meteen aangetrokken.
Super vet. En ik heb geen lange jas. En als je een jurkje draagt, is dit zo fijn om dit te hebben. Dus onwijs blij mee. Maar echt, echt heel blij mee, zeg maar. Ik ga even opwarmen meteen. Bolien, ik heb het zo fijn. Morgen zie ik eindelijk haar weer. Hij is wel een beetje ziek, maar als het goed is, komt hij wel. Ik krijg gewoon vragen van hoe gaat het met jou en haar? Omdat ik natuurlijk er niet zoveel over vertel. Maar dat had ik volgens mij al gezegd. Ik heb er gewoon nu niet zoveel over te vertellen. En we zien elkaar nu dus ook niet super veel of zo. Maar het is beter, want we werden te moe van door de week. Ik heb echt geweldige dingen gekocht, jongens. Nou, heb ik toch nog iets deze video, helaas. Crappy. Echt geweldige dingen. Oké. Okay. H&M. Weer mijn stippenpanty. Die ik altijd haal. Ik vind hem echt duur. Maar deze maakt je benen wel echt mooi. Dus ik vind het gewoon waard. Dat is deze trouwens. Voor iedereen die het steeds vraagt. En ja, er schijnen heel veel winkels stippenpanties te verkopen. Maar deze, die zijn allemaal dunner en zo heb ik het idee. Ik heb hem dus in maat M. Hij is 10 euro. Ik heb er 2. En dan is het 3 voor 2. Heb ik ook normale panties gekocht. Ik hoop dat deze fijn zijn. Ook een M, 40 en J. Ik heb er nooit verstand van, maar ik denk dat ik hoop dat dit goede zijn. Dan heb ik weer deze tabletjes voor de weerstand van de Ethos. Paracetamol met cafeïne. Ik heb echt het idee dat dit me meer energie geeft op dagen dat ik gewoon super verrot ben. Dan had H. Bij mij. Is het wel dit? Volgens mij deze spray gebruikt toen hij zijn gel vergeten was. Toen zei hij, die vind ik heel chill. Toen zei ik, ik wacht al, terwijl hij hem koopt. Ik zeg, nee, wacht nou maar, want dit is heel vaak 1+1 gratis. Dus dan haal ik het wel voor je. Dus deze voor hem en dan heb ik voor mezelf weer deze. Die is volgens mij ook bijna op. En die gebruik ik dus altijd voor het stylen. Ik heb een paar paaseitjes bij Yamin gekocht, want ze hadden echt smaken als zure mat, speculaas, red velvet. En de rest ben ik vergeten, maar die wou ik proeven met haar morgen. Vind ik leuk. Ik erger me echt super erg dat mijn goede make-up remover op was. Dus dan zit ik zeg maar met... Hebben jullie dat ook? Je hebt bijvoorbeeld, je koopt een make-up remover, je vindt hem slecht. Dan zet je hem in een soort van kast, want je wil hem ook niet weggooien. En dan koop je je lievelings. Die goed is. En als je lievelings die goed is op is. En je hebt geen tijd om die goede weer te kopen. Dan gebruik je even die verrotte. Zeg maar. Hebben jullie dat ook? Nou, sinds New York gebruik ik een verrotte. En ik erger me er echt aan. Dus nu heb ik weer goede. Deze koop ik alleen als die 1+1 is. Anders koop ik altijd die van Kruidvat met olie en lotion. Maar dit is nu ook maar 2,50 of zo per stuk. En ik kocht een zilver H&M voor 3 euro. Een riempje die in mijn taille kan. Dat is dan in maat M. En dat was H&M. Zara, echt geweldig. Zoiets geweldigs. Voor van 50 voor 30. Niet mega goede sale. Maar ook in de maat S. Allemaal oversized. Net zo'n jasje als die groene van. Die ik dus voor de webshop eigenlijk had gekocht. Maar dan met echt geweldige kleuren. Ik doe het zo even aan. Oh, ik ga het trouwens nu meteen aan doen. Even kijken. Primark. Had ik nog 8 minuten. Toen ging die dicht. Oh ja, ik wou die panty dus toch proberen. Laatst had ik hem niet gehaald. Deze. Ik heb niet met stippen, maar net een soort andere. Maar deze lijkt echt dunner, zie je dat? En ik weet niet of M te klein is. Deze zijn 4 euro, ik dacht ik probeer het. En toch die met hartjes die ik laatst ook wilde proberen. Dus ik was te nieuwsgierig hoe ze nou zijn. Deze oplader, ik had laatst ook bij Hema zo eentje. Die kan je en voor mijn iPhone en voor mijn camera kan ik die gebruiken. Maar het is wel echt de helft van de prijs. Ik hoop dat het goed is. Ziet er in ieder geval leuk uit. En ringen die ik eigenlijk net te groot vind, maar ik wil zilveren ringen. En ze hadden niet een betere maat. En ik vind het wel heel leuk. Ik vind ringen echt leuk staan. Ook in die Düsseldorf vlog zag ik het terug. Knotje ringen. Heel leuk. En deze elastiekjes van 1,50. Het zijn bijna een soort van kapot geknipte panties of zo. Ik vind die altijd super chill. En nog kaarsjes. Vroeger kocht ik dit en gebruikte ik het nooit. En toen heb ik al mijn kaarsen een keer aan Lin gegeven volgens mij. En nu gebruik ik het wel. Deze ruiken lekker een beetje naar... poeder, make-up poeder, beddengoed, I don't know. Gewoon heel chill. Uiteindelijk heb ik toch altijd... Ik dacht ik ga deze week gewoon niks publiceren, want ik heb geen beelden. Maar uiteindelijk heb ik toch altijd iets. Dat is wel leuk. Oké, dit is gewoon de jas die ik aan had. Ik was ineens ook helemaal klaar met deze jas. Hij is al zo oud. Hij is wel leuk hoor, maar soms ben je ineens... Is het gewoon klaar. Kijk, dit was dus het kaartje van die jas die ik jullie net liet zien. Vet, relaxed. Er was er ook echt nummer 1. 3 jurkjes. Dezelfde in 3 verschillende prints van 20 euro. Ik wil een nieuw jurkje, dus ik dacht ik neem ze alle 3 mee en dan kan ik altijd toch terugbrengen. En als ik ze wel heel chill vind, heb ik er 3. Ik ga even die dingen voor jullie aandoen. Dit vind ik dus best wel geweldig. Er is 1 ding wat ik heel jammer vind en dat voel ik nu. En dat is dat het extreem jeukt. Dus nu moet ik heel goed nadenken. Hou ik hem? Maar ik vind dit zo fantastisch, maar dan moet ik er dus een trui onder. Want dit, hier word ik helemaal gek van de jeuk nu. Dat trek ik echt niet, dus ik kan hem...
Ik ga even testen als ik een t-shirt eronder doe, want zo combineerde ik die groene ook. Of hij dan chills, anders moet hij echt terug. Maar ik vind het super tof. Kijk de kleuren. Ja, ik vind het echt geweldig. Maar het is een soort vilt, joh. Oeh, het is heel naar. Ik heb het namelijk gepast met mijn trui eronder. Vandaar. Maar ik vind hem dus wel geweldig, dus ik ga even kijken. Ik heb natuurlijk die blouses die ik op een gegeven moment echt elke dag droeg. Weet je wel, die paarse, die beige, op een gegeven moment ook die blauwe. En eigenlijk ook die donkerblauwe met zwarte ballen. Die corduroy blouses met een soort van raar binnenkantje. Kreeg ik heel veel vragen over die super oversized vallen. Kreeg ik te horen van iemand, van meerdere mensen. Oh, ze hebben het nu ook in het donkergroen. En sowieso heel veel winkels verkopen nu dit soort blouses. Nou, nu heb ik hem gespot, meteen gekocht. Nou, ik heb hem dus in XS, dus heb je een hele kleine maat. Dan kun je hem niet dragen zoals ik hem draag. Ik doe hem normaal dicht hoor, maar ik heb geen zin om dicht te kopen. Maar ja, hier heb ik er nu dus 4 van. 5. Ik vind deze echt super chill en ik vind deze kleur heel mooi. Maar deze zie je ook niet echt van, oh, dat is weer dezelfde blouse. Dus hier ben ik echt heel blij mee. Eerst wat ik zag hangen was dus dit. Ik zag dat er S stond en toen dacht ik, deze jas valt volgens mij super groot. Ik moet dit passen en daardoor ging ik ineens naar de sale kijken. Ik wilde namelijk deze winter heel graag een, hoe noem je zoiets, een gewatteerde jas, zeg maar. Liever wat langer. Winddicht, bla 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 bla. Ik denk dat deze niet super warm is. Maar ik wilde zo graag zo'n soort jas. En hij was van 100 voor 50. En ik vind hem oprecht heel erg mooi. 2 ritsen, zakken, capuchon, kraag. Ik zal hem even dicht doen. En hij is wit, maar hij is een beetje cremig. En ik vind dit zo ontzettend leuk. Ik ben weer zo gek op wit. En ik heb echt niet iets wat... En eigenlijk heb ik in mijn huis zeg maar heel weinig ruimte voor kleding. En dat is de reden dat ik niet zoveel jassen heb. Maar ik ben best wel een jassenpersoon. Ik vind het heel erg leuk om verschillende jassen te kunnen dragen. En ik vind dat dat gewoon ook je outfit heel erg leuk maakt. En dit doet me een beetje denken aan skiën. Als ik het zo zie, zie je, het staat echt leuk. Ik vind wit sowieso altijd heel leuk bij mezelf staan. Ik doe hem even dicht hoor. Het is ook een dubbele rit. Dus stel je gaat fietsen, kun je hem zeg maar van onder ook open doen. Ik ben heel benieuwd hoe warm die is. Ik denk sowieso warm genoeg. En net zo warm als, ik bedoel, ik loop de hele winter met die zwarte bontjas die niet eens dicht kan. Dus zo. Kijk, en blijkbaar is Zara super erg van de oversized dingen, want dit is totaal geen, dit is gewoon een L. Hij is niet eens strak bij mij. Er hing er ook maar 1 van. Kijk, hij heeft ook nog een capuchon. En je kunt hem niet aantrekken, maar hij zit echt wel dicht om je hoofd, zie je? Dus ik vind hem echt tof. En dan heb je ook nog hier die kraag. En zakken. En ik vind hem echt leuk staan. En hij is niet getailleerd of zo, maar ik vind hem ook niet super lomp. Dus ja, vooral zo, zeg maar... Gewoon open, een beetje zo. Vind ik hem echt onwijs leuk. En gewoon ook echt mooi staan. Dus ik ben benieuwd hoe snel die vies wordt en of dat meevalt. Maar ik vind hem voor 50 euro echt ja, heel blij dat ik hem heb meegenomen. Echt heel blij mee. Dus jee. En dit wordt dan denk ik toch mijn fietsjas. Ja, ik heb natuurlijk deze als fietsjas, die roze. Omdat die echt heel lekker warm is. Maar nodig had ik het zeker niet, want kijk, ik heb jassen, maar ik heb het hier ook een beetje opgeruimd, al zou ik niet zeggen. Maar nu kan ik ook hier wat jassen en boven mijn bed, ja, lades kan ik wat jassen. Ik bedoel, ja, ik vind het wel echt, het is heel anders wat ik heb. Dus ik ben mezelf weer aan het verdedigen waarom ik het heb gekocht. Maar ik heb voor 100 euro nu 2 mega mooie jassen en ik vind deze echt leuk staan. Echt super blij mee. Jee, echt leuk. Hey, goed bezig. 10 uur, heerlijk. Ik hoop echt zo hard dat je je morgen beter voelt. Ik ben even mijn kleren aan het laten zien op camera. En dan ga ik ook hopelijk naar boven. Yo, ik zie dat ik 1 jurkje heb gekocht die echt heel lelijk is. Doei, is het lekker? Ja, ik dacht, ik twijfelde al. Ik dacht dat hij misschien leuk was met een riempje. Ik had zeg maar mijn joggingbroek als riem gebonden, maar dit is echt niks voor mij, joh. Ik vind dit zo truttig. Deze ga ik terugbrengen. Hij was nu 8 euro of zo. Ik probeerde een soort van uit mijn comfortzone te gaan en een keer wat anders te doen. Maar het staat gewoon minder leuk bij mij, toch? Eens, het is gewoon minder leuk. Hij zegt ook, je dacht altijd zwart. Laatst draag ik dus ook altijd zwart. Maar zo dit soort dingen, het ziet er gewoon niet uit, joh. Oké, dus dit is het jurkje wat ik bedoel. Kijk, dit vind ik dus ook, hè. Ik vind dus bij mijn figuur, ik hou dus van blousejurkjes. Dat het hier open is, vind ik mooier bij mezelf staan. Maar ik dacht, ik doe eens wat anders. Mouwen vind ik heel leuk, taille leuk, dit leuk. Maar dit, wat vinden jullie? Doordat hier zo'n flap zit, het maakt me toch eigenlijk veel breder. Maar je zou denken, dat is niet erg, want het is bij de borsten. En daar is het niet erg om breder te zijn. Maar dit maakt mij toch dikker? Of ben ik nou gek? Ja, toch? Dit maakt dikker, toch? Want ik had ze dus in L gepast en toen vond ik ze te groot. Dus heb ik ze in M gepakt en niet meer gepast. Maar verder, qua model, dit vind ik allemaal heel leuk staan. En nog een riempje erbij is super leuk. Ik moet even denken. Dan wil ik dus zaterdag wel dus één van deze jurkjes aandoen. Maar ik vind het ook misschien leuker voor de zomer. Maar voor de zomer is het weer te heet. Vind ik dit leuk met een panty en laarzen? Ik denk het niet. Ik denk dat dit me niet echt per se sexy hier maakt. Het is wel echt een cute jurkje, daar niet van, maar...
is cute, is ook niet alles. Ik wil deze flap eraf knippen. Hoe staat het zonder deze flap? Daar ben ik echt benieuwd naar. En niks overtreft het ASOS jurkje. Ik vind mezelf wat zo'n boerin. Het soort jurkjes. Nou, niet hè? De jas is leuker. Dit is wel leuk, zo dit. Maar dit, ik weet het niet. Boer, dit is toch zeg maar Volendam? Ja, dat is Volendam hè? Dit is dan iets zwart. Zwart is sowieso altijd beter, dat weet ik. Kijk, goed model. Lengte goed, want ik wil altijd wel dat je juist een stuk been ziet. Dit is, vind ik, bijvoorbeeld te lang. Het zit heel lekker, het zit lekker loose, niet zweterig. Dus het zou echt een VF jurkje kunnen zijn. Hij is maar €20 en zo. Maar ja, ik weet niet of het... Het is dus, ik heb iets van, ja, Charlotte, je kunt niet altijd alleen maar kleding dragen die hier open is. Weet je, je moet ook wel eens wat anders. Ik vind het lastig. Ik ga er even over nadenken. Maar ik vind het dan wel meteen leuker dan die bloemen. Het is sowieso niet lelijk of zo. Ik zou er gewoon zo in de deur uit gaan. Maar kijk, ik vind altijd dat ASOS jurkje leuker staan. En dan doe je dus steeds dat ASOS jurkje. Maar iedereen wordt er gek van dat ik die steeds aan heb. En ik ook. Dit vind ik ineens stuk... Oeh! Kijk wat één ding verandert. Zien jullie dit? Sowieso los haar is mooi, want het valt een beetje hier overheen. Ja, ineens vind ik het heel leuk. Ik denk dat ik deze gewoon aan kan. Zaterdag. Stippenpanty. Ik denk dan niet hoge laarzen, maar die korte laarsjes. Wauw, wat een riempje kan veranderen, joh. Dan kan je hem ook een klein beetje zo plooien. Oké, nu vind ik... Het is een heel leuk jurkje, dus het is wel een tip. Deze is niet uit de sale. Oké, mooie ketting hierop, toch? Ja. Oké. Die vind ik leuk. Ik denk dat ik alleen die zwarte... die bloemen ga ik lekker niet houden. Maar ik ga deze ook nog even laten zien. Ik weet niet of die een beetje ordy is. Ik vind deze heel erg leuk. Ik denk zelfs dat ik deze zaterdag aan doe. Want ik wilde dus een keer wat anders aan dan zwart. Wat staat dit leuk? Het is niet zo dat die bloemen ook ineens leuk zijn met het riempje, toch? Nee. Die bloemen is gewoon wat minder... Ik hou... Zoals mijn schoonzusje Melissa, die is echt geweldig met bloemen dingen. Maar bij mezelf vind ik het niet leuk. Dit vind ik super leuk. Ik ga die zwart houden. Ik ga deze houden. Misschien zelfs nog een tip voor jullie, deze jurkjes. Ik denk het eigenlijk wel. Nou, Zara dus. Jullie vragen me altijd... Heb je het linkje voor mij van de website? Maar dan zeg ik altijd... Nee, sorry, want ik heb hem in de winkel gekocht. En ik weet hoe irritant het is om op Zara iets te vinden. Leuk. Heel leuk. Riempjes. Dat is ook wel een tip. Ik weet nog een tijdje, toen ik geen riempjes vond ik het niet mooi. Vond ik mijn buik net te dik voor me. Nu vind ik dat gewoon leuk. Dus ik ben heel erg blij met mijn aankopen. Ik denk dat deze drie dingen teruggaan. Die ga ik nog even kijken met een shirt. Want ik vind het dus wel echt fantastisch. Maar het moet wel gewoon te dragen zijn. Dit vind ik eigenlijk super leuk in de zomer. Maar ik denk dat die teruggaat en deze sowieso terug. Irritant, ik ga het terugbrengen. Maar misschien kan ik dat zaterdag even doen als ik naar Haga ga. Dus nou, dat was onverwachts een shopblog. En ik ga lekker naar bed. Doei! Hallo allemaal, het is vrijdagavond en ik heb weer niks gefilmd. Zoals altijd deze week. Ik had vandaag wel weer een drukke dag met CITO en nakijken. En toen heb ik het ingevoerd. Toen was ik vergeten dat we het dit jaar ergens anders moeten invoeren. Dus alles voor niks gedaan, blablabla. Maar toen hadden we een zangcursus die we in januari elke vrijdag hebben. En dat is eigenlijk echt super gezellig. Om gewoon even met collega's te zingen en alles even los te laten. Dus daardoor was ik wel weer heel erg blij. Nog wel steeds gaar, maar haast er nu net. Het is nu 19:30 of zo. En we gaan nu weer naar Oma Co, lekker eten, drankje doen en chillen. En dan eindelijk is het weekend. Dit is mijn look. Gewoon chill. Oh, dit blouseje met die jas is echt heel lelijk. Maar dat maakt niet uit. Oké, let's go. We hebben weer voedsel. Salade burrata. En dit is een Oosterse salade. Dank je. Dank je. Super lekker met gamba's. Oh, die ene lekkere gamba. Tonijnsteak, avocado. Dit is echt heel erg lekker. Die hadden we nog nooit eerder. En dit is pizza's met theesaus en zo. En dat is echt heerlijk. Goedemorgen allemaal. Wij gingen heel op tijd uit de kroeg weg. Toen gingen we niet echt vroeg slapen. Nou, ik denk dat we om 3 uur sliepen, maar een beetje slecht geslapen. Dus we zijn een beetje vrot. Maar komt goed. En hij heeft heel lekker ontbijt gemaakt. Dit is het. Bolly is super vervelend. Hij irriteert echt. Hij is nu voor het eerst even stil. Dit is een omelet met bacon, puntpaprika, ui. Allemaal meer. Ik knip dat eruit. Geen kaas, toch? Ja, geitenkaas zit er nu op. En ik heb dit gemaakt.
Nee. Oh, ik heb maar iets. Alle duiven hangen niet meer aan het stuk. Leertje. Oh. B-girl staat vooraan. B-girls? Non-stop. Hallo, we zijn nu bij H. Hij is even weg, want hij moest even iets doen. En ik chill lekker in het huis. En we gaan over 2 uur dan naar het verjaardag van zijn vader. En ik heb mijn hele koffer meegenomen, zodat ik lekker een beetje kan rommelen. Met verschillende kleding. Kijken wat ik aan wil. Dat ik een beetje ga opmaken. Ga ik hier lekker chillen. Terwijl hij weg is. En dat vind ik echt heerlijk. Dus dat is tot zover ons weekend. Lekker saai voor jullie. Kijk, ik heb vet veel bij me. Mijn make-up tas. Nou, natuurlijk allemaal dingen sowieso omdat ik hier blijf slapen. Dat ik altijd meeneem. Deze heb ik trouwens nu gekregen van Glam Glow. De Dream Duo Overnight Transforming Treatment. Opgestuurd gekregen. Die heb ik al een keer eerder gehad. Super chill. Dit is dus met 2 stappen voor de nacht. Eerst een soort heel chill, lekker ruikend met glitter. Dat witte jellige spul op. En dan een halve minuut later dat andere. En het is gewoon echt zo fijn. Ja, ik ben echt zo'n fan van Glam Glow. Voor je huid. En ik heb ook mijn nieuwe... Deze heb ik nog een keer opgestuurd gekregen. Want hij is bijna op, zoals je kan zien. Deze gebruik ik nu al 2 maanden elke dag als cleanser. Lichte scrub zit erin. Ik vind die heel erg fijn. Dus dat. En dan heb ik mijn steltang mee. Ik heb mijn haar gewassen. Mijn krultang heb ik mee. Dit, wat ik dus altijd doe tegen pluizen in mijn haar. Dit is mijn tandenborstel, bril, lenzen. Ik ga oefenen voor de stippenpanty, maar die heb ik al heel vaak aan. Of een normale panty, moet ik even kijken. En haarband. Dan vanmorgen heb ik gewoon deze outfit bij mijn broek. Met wit shirt. En dan heb ik voor de vanavond. Vanavond ga ik of deze schoenen gewoon aandoen. Of die hoge laarzen, dat weet ik dus nog niet. Ik dacht, weet je, ik neem lekker mijn koffer mee. Kan mij het schelen. Kan ik lekker... Aangezien hij nu 2 uur lang weg is, kan ik heerlijk een beetje gewoon doen alsof ik thuis ben. Deze heb ik bij Weekamp besteld. Van Oscar en Jane of zo. Blue shirtje. Of die kan ik aan. Of deze, die heb ik ook net bij Weekamp besteld. Die vond ik ook wel leuk. Van Accept. Met de Spenty. Of deze heb ik gekocht. Oh, die heb ik jullie laten zien. Of dat jurkje. Ga ik straks even lekker kijken welke van de 3 ik aan wil. Sowieso heb ik dus weer 3 leuke jurkjes, dat is fijn. En dat is alles wat ik mee heb. Hallo, wij gaan naar de verjaardag. Doei. Hallo allemaal, het is zondag. De verjaardag gisteren was echt geweldig. Wel een beetje verrot nu, maar we hebben best wel lang uitgeslapen. Toen gingen we haast het huis opruimen. En nu gaan we weer richting mij. Hallo, wij zijn thuis. We hebben even bij Laplace... een broodje geeft onderweg. En toen zijn we boodschappen gaan doen. En nu moet H van mij You kijken. Die serie. Want ik heb hem al helemaal uit. Hij is echt geweldig. Ondertussen ga ik koken. En ik ga tagliatelle maken met zalm. En spinazie courgette. Parmezaanse kaas. Ik ga even kijken hoe en wat precies. Maar het wordt echt super lekker. Trouwens, dat is belangrijk. En die doe ik er later door. Goed. Dan ga ik de weekvlog hierbij afsluiten. Het is inmiddels maandag. Ik ben vanochtend opgestaan met haar. Superleuk. En nu komen de kinderen eraan, hoor ik. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. En ik zie jullie volgende week weer. Doei.